Jongstleden zaterdag was het dan zover. De centrale antenne-inrichting KAI vierde zijn 25-jarig bestaan met een live-uitzending in Brasserie Luden aan de Korte Haven. Loek TV filmde het reilen en zeilen van zijn live gebeuren van achter de schermen. Mijn naam is Mari Dingenhouts. Ik werk op de afdeling communicatie en marketing bij ONS. En ik ben dus zelf organisator, coördinator van het Mediacafé hier in Luden. De hele voorbereiding is in goede samenwerking gegaan met Loek TV, Radio Schiedam en andere bedrijven om de laatste nieuwe ontwikkelingen te zien hier in het Mediacafé. Het Mediacafé is tot stand gekomen. In verband met het 25-jarig bestaan van het kabelbedrijf, oftewel centrale antenne-inrichting in Schiedam. We hebben dus twee hot items, om het zo maar te zeggen. Dat is vandaag Mediacafé met live tv vanuit Luden. Vanmiddag presentaties over de laatste ontwikkelingen van de kabel op het gebied van glasvezel, van satelliettelevisie. Van internet, van datatransmissie en ook een live uitzending van Radio Schiedam. We hebben de komende maand in de bibliotheek hebben we dus een tentoonstelling, een expositie georganiseerd wat meer gericht is op de ontstaan geschiedenis van het kabelbedrijf. En dus een foto-expositie met daaraan verbonden een prijsvraag in de verwachting, in de hoop dat we daarmee ook de 25 jaar kabeltelevisie Schiedam een keer op een andere manier hebben belicht. Het verleden, het heden en in de toekomst. Jij bent toch de montageman van Loek, hè? Ja, maar ik sta dus maar gewoon op de begane grond. Maar degene die alles weten, die staan daar. Ik heb begrepen dat jij moet kabels halen, anders gaat de uitzending niet door. Ja, tuurlijk wel, maar ik moet even een verloopje halen, anders hebben we zo slecht ontvangst, hè, zonder antenne. Dus, je hebt het niet over radio of over tv? Nee, over de radio. TV bemoei ik me niet mee. Dus, hoe laat begint de radio-uitzending? 12 uur. Dus 12 uur dan stopt de tv, dan gaan we opbouwen. En dan gaan we de radio opbouwen en om 12:30 gaan we de lucht in. Vanaf hier zo, vanaf de locatie. Oké. Nou, starten maar naar de kabel. Is goed. Voor mij staat Mark. Jullie zijn een facilitair bedrijf ingehuurd door de KAI of door Loek TV. Hoe zit dat? Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn ingehuurd door Loek TV. We staan hier met een regiewagen met de drie camera's die binnen staan zijn aan deze wagen verbonden. En in opdracht van de regisseur worden de camera's geschakeld. En zo kunnen mensen dus thuis het gesprek wat dus aan de interviewtafel plaatsvindt volgen. En de regisseur bepaalt gewoon welke camera dat hij wil hebben en wie dat er dus thuis op de buis komt, om het zo te zeggen. Heb jij een audiovisuele opleiding genoten? Ja, inderdaad. Ik heb een audiovisuele opleiding genoten. Die heb ik gedaan op het Grafisch Lyceum in Rotterdam. En daar mijn kennis gedaan of opgedaan. En verder ook bij diverse bedrijven als een stage meer in de praktijk geleerd. Rob van der Heijden, jij bent eigenlijk radioman, hè? Ja. Maar ik zie je nu achter de camera. Je werkt ook voor Loek TV, hè? Ja, klopt. Vertel er eens wat over. Het is hartstikke leuk natuurlijk om vanuit de radiostudio weer eens over te gaan naar een tv-programma. Dat is natuurlijk eigenlijk weer een heel ander verhaal. Mensen denken vaak dat je radio maak je eigenlijk alleen. Maar tv maak je natuurlijk met een heleboel mensen mis. Veel meer teamwork. Dus dat is wel hartstikke leuk om dat op die manier te doen. Televisie en cameratechniek, heb je daar een opleiding voor gehad? Minimaal eigenlijk. Dat is gewoon een kwestie van ervaring is de beste leermeester, zeg het zomaar eigenlijk. En dus, hoeveel live uitzendingen heb je al gedaan? Dit wordt de derde.
De eerste was Sinterklaas, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, dat was wel heel bijzonder natuurlijk, want ja, dan kom je 's morgens binnen en je weet dat je een live uitzending hebt, hartstikke gespannen. En dan moet je Zwarte Pieten vanaf de kerk naar beneden filmen en dat is even wat oefenen. Maar het is hartstikke leuk geweest en daar krijg je de smaak te pakken. En, ja, en dan heb je het dus over hoogtevrees, Rob? Nee hoor, hoogtevrees had ik niet, want ik stond gewoon op de grond, dus dat was wel makkelijk. Had Sinterklaas ook hoogtevrees? Die is zelfs niet van die begraafbaan afgegaan, maar de Zwarte Pieten wel en dat was wel heel komisch, moet ik zeggen. Aad van der Wel, jij bent ook een radiojongen. Ik zie jou ook achter de camera. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk radioman, maar toevallig vandaag eventjes achter de camera. Ook voor jou de eerste live uitzending of de tweede, derde? Nee, de derde inmiddels. We hebben natuurlijk ook de verkiezingen al gehad in Sinterklaas vorig jaar. En dit is dan de derde. Jouw beroep is ook bij de KAI zelf. Hè? Er ligt een link tussen Loek TV en KAI. Hoe zit dat in het kort in elkaar? Ik werk eigenlijk op de afdeling automatisering van de ONS. Dus wel ONS, maar niet bij de KAI. Maar die zitten twee deuren verder, dus dat is vlak bij huis. Komen ze vaak genoeg tegen. Was, hebben we daar contact mee of zo? Ik ga er even kijken. Dat mag gewoon niet. Zeggen tegen de hele wereld van om 10 uur begint het en dan. Dat we hier om 5:15 nog vrolijk allerlei dingen staan te testen. Als je dat mag. Hoe lang is jullie begonnen? Ja, om 9:00, maar goed, ik bedoel. Ja, jij, maar die andere jongens waren om 7:00. Ja, nee, dat ik bedoel, maar nu is er dus schijnbaar iets mis met de koppeling of zo. Weet ik veel. Iedereen haakt af. Een klokje. Of een horloge, hè? Jullie zitten hier een beetje te oefenen, zie ik. Jullie gaan hier straks... We zitten een beetje bij te komen eigenlijk. We hebben gisteren gespeeld. We moeten nou alweer... Er is toch geen tijd voor een muzikant. 9:50. Jan, zeg er eens wat van. Ja, was het gisteravond laat? Nou, hij viel mee. 10:30. Het is een hele bijzondere gitaar wat je hebt. Hè? Wat is dat voor ding? Het is een National, zoals je al opmerkte. En een resonatorgitaar is dat. Dat is een Konus in. Klinkt lekker. Dat is een ding uit de 30e jaren, hè? Deze niet. Deze is splinternieuw. Uit 1991. Maar ze zijn in die tijd gemaakt en ontworpen en uitgevonden. Vanaf 1928, geloof ik zelfs. En hoe heet jullie band? De Flamingo's. Puur natuur uit Rotterdam. Nou, start er maar die op. Tensie. Loopt. Geluid open. Straat open. Het geluid van de lieden hoor ik niet. Dat is niks. TV staat ook niet. Waarom hoor ik dan geen uitzending? Oké jongens, tentie. Camera 2, hè. Beginnen we op. Mijn lieden loopt al jongens. 1 minuut. Ja, oké jongens, lekker hoor op zwart. En camera 2. Tentie 3. Pak maar wat closer op. Ja, andere. Oh ja, dit. Ja, piano 2. Als muzikant moet je de tol van de roem betalen. Er zijn er maar weinig. Seks, drugs en rock en roll, dat doet mij een lol. Ik hou het niet vol. Zal ik maar op kantoor? Zal ik maar op kantoor? Wij spelen ons leven in sport al genoeg. Klapt u maar niet, we krijgen klappen genoeg. Heb je nou iets lekkers gegeten? Ik heb net even een lekker stukje appeltaart en een bakje koffie gehad. Een stukje appeltaart van Jan. Nee, van de, ik denk dat het van de gastheer was. Die, Jan de Bouvry.
Het was niet wit. Maar het was gewoon lekker, Wim. Ja? Georganiseerd is. Ik heb dat ook begrepen, ja. Ja, dat is leuk als je je leven nog even in een flits voorbij ziet gaan. Ja, meestal is het zo dat je zo'n expositie pas krijgt als je 100 jaar dood bent. Ja. Maar ik was niet van plan. Applaus voor de eerste. Pak hem op twee, hè? Twee. Het is weer tijd voor muziek en we hebben natuurlijk camera. Een groot aanbod. Wijs met je vinger omhoog dat hij naar jou kijkt. Rob. In de beginfase werd er op een gegeven moment gezegd van Frans Bauer of... Ietsje ruimer dan, hè Rob. Ga maar ietsje ruimer. Maar dan toch weer dat stukje chauvinisme bij ons allemaal te horen. En we hebben in Schiedam hebben we van die goede muzikanten. We hebben fanfares, we hebben drumbands, we hebben ensembles. We moeten het... Die band die had er al moeten staan. Kleine Abolie. Kermis en het feest van mijn weer, die kermend de Koemaart omkwam. Kesterkoek, ijs van La Venezia en Suzanne, mijn oude vlam. Ik heb nog een koffer in Schiedam, die telkens vergeet op te halen, zodat ik nooit echt was heiland. Ik zie Claudia staan van de ONS. Hè. Wat ben je aan het doen? Nou, we zijn onze echte speciale jubileumwijn aan het inpakken. Voor de mensen die vandaag aan tafel hebben gezeten. Dus als een bedankje geven we die mensen allemaal een lekker flesje wijn mee. Als dank voor de inspanning voor deze live-uitzending. En een speciaal kei-etiket. Ja, dat hebben wij via ons reclamebureau laten ontwikkelen. En zoals je ziet, zie je daar het mozaïekkanaal. Met daarbij de Fleur du Doc, Rock, sorry, dat is de wijn die we gaan weggeven. Dus, Je bent ook een beetje van de radio, hè? Wat doe je daar? Ik heb een dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb een ochtendprogramma tussen 10 en 12, dat is Café Lokaal. Dat breng ik 4 maal in de week, behalve op woensdag heb ik een ATV-dag. En ik heb 10 jaar sport gedaan voor Radio Schiedam. Dus ik heb mijn sporen wel verdiend, het radio weet. En we zijn heel klein begonnen en we zien het nu langzaam groter en groter worden. En daar kunnen we alleen maar ontzettend trots op zijn wat we tot nu toe bereikt hebben. Nou, Willem, ben je nou een beetje wijzer geworden van het geheel? Nou, ik denk dat het... Kijk, het is natuurlijk... Het is natuurlijk geen amusementsprogramma geweest in de zin van lachen, gieren, brullen. Maar we proberen toch een stuk informatie ook te geven. De Schiedammers te vertellen van wat er allemaal komt. Ja, dat moet je gewoon over je heen laten gaan. Lekker zaterdagochtend programmaatje. Want Schiedam promoten, dat is toch eigenlijk je grootste motor, hè, hiermee? Nou, niet alleen bij mij, maar gelukkig van een hele grote groep mensen. We hebben op het ogenblik, we beginnen een soort club te krijgen binnen Schiedam. Of ze nou van de pers zijn of van andere organisaties. Een nieuwe generatie, mensen die niet terugkijken in de zin van wat is er allemaal negatief geweest. Maar gewoon mensen die zeggen van luister eens, we zitten nu met deze situatie. We wonen hier, we willen hier veel schik hebben. En wij gaan gewoon de toon zetten. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. En een keeltabletje, na 2 uur praten. Als je gewoon hier zo staat, en dan kan ik me voorstellen dat wanneer je hier in de zomer op een zwoele avond zit, dat het fantastisch vertoeven hier is. En dan de televisie maken buiten, dat zou helemaal geweldig zijn. Nou, ik weet niet wat de toekomst zal bieden op dat terrein. Maar ik zie het enthousiasme van al die medewerkers en alles wat daaromheen is van Look TV. En ik denk dat het niet volstaat met zo'n uitzending alleen vandaag. Ik verwacht in de komende tijd veel meer inspanningen op het terrein van het laten zien wat Schiedam betekent. Maar ook om te horen wat Schiedammers vinden van hun eigen stad. En dat via het medium Look TV allemaal in die huiskamers kan komen. Ik verheug me daarin nu al op. Prachtig einde kunnen we niet hebben. Ik vond het leuk om hier te zijn en in zo'n oog van de camera te kijken.